Hey, goedemorgen jongens en meisjes, welkom bij een aflevering van Amateurvis.nl. Ik zit op de boot bij Jurgen. Het is een hele tijd geleden, de laatste keer dat we samen gevist hebben was op het Veluwe Meer alweer, 3 dagen. Maar er is een hoop gebeurd in de tussentijd. Ik ben nog, ik ben met Harry de Haar nog geweest vissen en nog eens door de aas en zo. Maar nu zitten we weer lekker op de boot. Oh, ik dacht even dat ik een tik kreeg op de hengel, want we zijn dus verticale. Twee hengels uitleggen met lieplingskeuter. En dan gaan we eens even kijken of we een paar mooie snoekbazen kunnen vangen. Het was redelijk taai gisteren, zei Jurgen, hè? Ja. Maar ja. Wel groter dan normaal. Maar... Wel grotere snoekbaas dan normaal, maar niet heel snoep. Ja, we waren er nog 13. Oh, 13 nog. Ja, dat vind ik taai, hè? Oh, dat vindt hij taai. 13 stuks. Oh, dat is dan niet verkeerd. Maar we gaan nu gewoon kijken wat we vandaag boven kunnen halen. Misschien ooit een hengeltje erbij voor snoek. Moeten we eens even kijken, maar we gaan het meemaken. En er... Oeh. Eraf. Eraf? Ja, hij is eraf. Oh. Voel hem eraf schoeien, daar gaat hij. Oh. Jammer. Was een dikke. Was een hele goeie. Flauw aan beetje, Tom. Een klein flauw aan beetje. En een perch. En een perch. Netjes, jongen. En een dikke perch. Ja, een dikke, ja. Oh. Oh. Mooie vis. Mooie vis. Maak een fotootje van. Een dikke vis, er zijn van de nul af. We zijn van de nul af, het eerste barst is binnen, mooie 30er. En eens even kijken, Jurgen had 2 keer een mooie aanbied op de dropshot. Knalde helemaal erop, dus ja, jammer, dat waren wel wat grotere vissen. Dat was een goeie, hè? De eerste was een goeie en de tweede wel. Ja, de tweede weet ik niet, maar het zag er wel goed uit, want die boog goed krom. Maar goed, we zullen zien. Oh, mooi snoekbaas, jongen. Ja, een dropshot. Oh, ga je aan het lood, of niet? Oh nee. Kijk. Kijk. Mooi vuur in het neusje. Een dooi voren. Ik ben wel mijn lood kwijt. Ik ben wel een nul. Goed zo. Ah, mooie kleine gup. Hoppakee. Nice. Okay. Ik wil niks zeggen, maar het is koud. Oh. Doe even een warm dansje, jongen. Warm dansje. Fuck, het is koud. Oh, en geen vis. Ja, een paar visjes. Een paar visjes. Het is nog taai, jongens. Het is nog taai, want de zon komt langzaam op. Aan die kant. Ja, dat zien jullie niet. Met de rug naar jullie toe. Maar de zon komt langzaam op. En het is maximum shrinkage. Mijn pielen zijn nooit zo klein geweest. Goed. Marian! Oh, kom even, mijn pielen is te klein. Ah, ja. Een kleine, een hele kleine. Een baas. Ik ben de baasman vandaag, zoals jullie zien. Oh, toch een mooi formaat, hè. 30er. Op de lieplingskeuter weer. Laten we zien aan de mensen thuis. Mooi, hè? Mooi visje. Ja, ja. Het is nog redelijk taai, jongens. Wel, het aanbieden gaat op de dropshot en een paar bazen gevangen op de sheds. Maar het is nog redelijk rustig. Ik denk een uur of 9:30 is of zo nu. En het is koud. Het begint nu, begint de zon een beetje door te komen, dus dat is wel lekker. En Jurgen had natuurlijk als de pike master had hij natuurlijk een dikke dode as eraan gehangen weer en even de pike hound uitgegooid. Sorry. En dan kijken of de snoek wel thuis is. Ik blijf nog even met de shads vissen. Ik denk dat daar nog wel een beetje komt. Ik hoop dat het wat warm wordt. We zijn redelijk vaak van stek gewisseld, dus nogal vrij taai. We hebben wat metertjes gemaakt over het water en het was echt best wel zoeken, maar dat mag het niet drukken natuurlijk. Netjes, Tom. Ik ben de bazenman vandaag, hè. Aan de joker. Lekker. Een joker van Petriet Joker.
Het is baarzenbal vandaag. Jurgen vangt net een mooie op de dropshot. En we zijn even naar een andere plek gevaren. Ik dacht het liggen even uit de wind, maar het waait hier nog behoorlijk. Maar ja, even een andere plek proberen. De andere wordt een beetje taai nog. Dus we gaan even kijken. Maar het zijn vooral bazen die vandaag blijven hangen. Er zijn wel één snoekbaas eigenlijk. Hè? En gisteren allemaal snoekbazen. Gisteren had hij allemaal snoekbazen gevangen, vandaag allemaal bazen. Heel raar. Dat is gek. Ja. Maar goed. Vis is vis en een mooie dikke baas, net 40 denk ik. Ja, fijn stokje. Dat haalde je wel. Een fijn stokje. Vis kijk ook niet van. Even kijken welke stokje dat is. Het is de Patriot XXV Jubilee Jigging. XXV Jubilee Jigging. 5 tot 25 gram, lekker gevoelig. Het kost ook in de rollen volgens mij. 10 tot 7 met molen. 10 tot 7, 8 met molen, helemaal compleet. Draad erop, ja. Lijn en helemaal compleet. Ja. Ik vind de kinderen eigenlijk, maar ik denk ja. We doen een keer mee dropshot, dat gaat goed. Ja. Waar vissen mee gevangen. Ja, dat hoeft niet altijd duur te zijn. Hè? Nee. Dat is echt niet nodig. 70 euro zo'n engeltje. Met molen en lijn. Leuk voor de kids. Ja. Kijk eens hier. Oh. Oh, Jurik, wat doen we nu? Ja, maar ik heb maar 30 honderdste. Ja. Dit is geen snoekbaas hoor. Dit is snoek. Denk het wel. Kijk, daar hangt die. Ja. Het kan zijn. Wat meer van? Ja. Oeh. Ja. Denk je? Dat weet ik niet, maar. Nee, dan gaat die camera maar weg, want hij komt eraan. Nee, ik hou er mee. Dit is een meerval. Ja, dit is een meerval. Ja? Kijk hier die molen. Ja. Kijk hier. Dit is een meerval. Ja, dit is een meerval. Kan je allemaal hengel vlug in draaien. Dit is een meerval, maat. Ja. Ja, dit is weer een meerval. Ik weet het zeker. Dit is weer een meerval, maat. Oh, ik zit hier in mijn slimme snoer. Oh, hij moet. Leg hem maar daar neer, ja. Dit is gewoon weer in de meerval, Tom. Maar geen groot als erin is. Nee? Geen groot, nee, want die andere meerval die ik een keer had. Ja, die trok weer zeker. Zou de snoek zijn? Ik wil hem niet hengel maar. Dus ik liever. Kijk eens daar op het scherm. Ja. Kijk daar. Ja, hou hem eraan. Ja, maar de snoek die bonkt. Deze bonkt niet. Ja, de meerval die komt ook af en toe omhoog. Ja, maar hij komt ook. Ik houd die weg. Ik houd. Oh. Hij komt gewoon, ik krijg hem gewoon niet omhoog, maat. Nee. Ik zit vol, ja, ik kan niet hard trekken, hè. Een 70 euro hengeltje. Wat 30 honderdste eronder of wat? Hij zit op 3 meter. En deze begint ook al te lopen. Hij zit denk ik met een andere hengels heen. Oh, jongen. Oh, jawel. Hij bonkt nou heel raar, Tom. Even aan de kant. Ik zie die motor niet. Ja. Even terug uit. Ja. Daar valt een warme wind en dan zijn we hem kwijt. Ja. Hengeltje van 17 meter. Hengeltje van 70 euro. Wacht, kun je zien? Oh, een dikke snoek! Oh. Schep hem hard! Weg met die kutcamera! Ja. Weg met die kutcamera! Oh, maatje! Daar was hij! Deze! Deze jongen! Ik zeg tegen jou, een muffel! Ik zeg tegen jou, dat is een dikke snoek! Dat is een dikke muiter, joh! Ja. Holy fuck, man! Ja. Holy fuck, die is dik! Godverdomme, man! Wat een dropshot, 30 honderdste! Wat een dropshotje, met zo'n dode volgendje! Holy fuck, man, met een muiter! Ik denk, wat is dit nou? Lekker, Tom! Lekker! Fuck him! Oh, een dikke meter! Ja, oh, een hele dikke! Oh, dik. Holy fuck, met een muiter! Oh man! Kijk hier, met een muiter! Oh, muck, die is dikker dan die van mij. Kijk hier zit een draai, hier zit een enkel haak. Ja, ja, eens geniertje. Nou jongens, dat is een mooie afsluiting. We moeten er vanaf, je moet zijn vlees ophalen voor de kerst. Ja. En we hadden zoiets van, ja, zullen we maar naar huis gaan, want we hier nog even proberen. En, dat het was toch taai, hè? Ja. Hij had een klein diepvriesvoerentje aan zijn dropshot zitten. En je bent knal, hè? Ja, ik had er al een stuk of 5-6 gemist wel, hè? Aan de dropshot. Ja, heel veel gemist al, ja. En ik heb buigt hij wel zo dubbel, hier boven de meter of 6. Die ging echt komen, we dachten op een gegeven moment, het is een meerval. Ja, even dacht ik dat, ja. Ja, maar een dikke snoek. Ja, ik kwam boven en echt een dikke pens, hè. Ja, lekker hoor. En een dikke buik. En we gingen er toch mee stoppen, dus we kunnen niet beter treffen als deze, hè. Dus dat is gewoon het hoogtepunt van de dag. Ja. En nu gaan we snel inpakken, want het gaat daar regenen. Ja, ik moet Tom nog even afzetten thuis. Nee, dat ik tot op de ballen nat. Dus doe me niet. We gaan er vandoor. Groetjes. Groetjes. Poeh, jongens, wat een dag weer. Niet normaal. Niet normaal. Niet normaal. Ik ging met Jurgen weg. We zouden sowieso tot 2:30 blijven. Maar op een gegeven moment was het 1 uur. En
op de buialarm zou het flink gaan gieten. Om 1:30 of zo. Dus toen dachten we, ja, dan gaan we naar huis. Blijven hier nog even een beetje peuteren. En net voordat we wilden inpakken, kreeg Jurgen die klapper op, op de Doda's dropshot. Met 1300ste fluorocarbon onderlijn en een enorme snoek met een dikke buik. Dat was een hele mooie dikke, hele mooie dikke. Ik ga heel even kijken naar het commentaar van op de vorige video. Kijken wat iedereen daar allemaal op te vertellen had. Dat was die video dat ik mijn PR heb gevangen, die 1,20 meter. JB Predator Fishing zegt, klasse Tom, gefeliciteerd met je PR. Dankjewel kerel. 1,20 jongen, paté. Hartje. Tjartjena, toch een van mijn favoriete YouTubers. Je filmpjes kijken ze lekker heerlijk weg. Ga zo door. Jazeker, jongen. Dankjewel, Tjartjena. Hop, ik kreeg een berichtje. Niels EHV. Niels Eindhoven, denk ik, of zo. Tom, wat voor een eindmontage gebruik je voor je lood? Nou, ik heb eigenlijk op de hoofdlijn heb ik een wartel. En aan die wartel heb ik een Predator stem. Dat is eigenlijk een stokje. En dat hang je aan die wartel. Dat schuift over het lood. En dan hangt het lood, of over de lijn. En dan hangt het lood onder. Maar je kunt ook net zo goed gewoon een loodje met een wartel over je hoofdlijn laten glijden. Hoor. Dat is net zo goed. En de reden dat ik zo'n Predator stem heb, zo'n stokje, is dat het soms wat drassig is. En dan trek je de vis niet de grond in. Of de plant in. Maar dat is eigenlijk niet nodig. En voor de rest heb ik gewoon zelf een takel gemaakt van fluorocarbon. Met 2 dreigen eraan. En daar heb ik de vis aan hangen. Dus, even kijken. Fred Rechterink zegt, mooie PR, gefeliciteerd om, dankjewel. Schoorstraat, leuke topvideo. Ik vis ook altijd in die put. Nou, wie weet, kom ik aan een keer tegen. Fishing Brothers NL, mooie vis, Tom, wat een bakbeest. Gefeliciteerd met je PR, dankjewel, jongen. Ja, ja. Wat een beest, die tandjes. Ja, die had flinke tandjes. Ja, het is 63. Oh, KB Fishing, potverdikkie, massieve bak. Proficiat. Ik zit nog wel even een roze wolk. Ja, absoluut. Ik zit nu nog een roze wolk, man. Daan Sideri is 1,20, maar wel verkeerd omgemeten. Ja, we hadden een staart tegen de randje aangelegd. Moest even met de kop tegen de randje aan leggen. Maar goed dat het geen wedstrijd was. Ja, inderdaad. En de laatste. Ronnie de Vries. Klasse, wat een bak, zeg. Fishing Boy Robby. Proficiat met een mooie snoek. Zo'n vangst wilt iedereen. Ik gun iedereen zo'n vangst. Echt waar. Ik gun iedereen zo'n vangst. En ik hoop dat jullie ook een keer zo'n bak vangen natuurlijk. Ik vis al 35 jaar, ik heb nooit zo'n snoek gevangen. Moet ik zeggen dat ik de laatste 5 jaar pas echt op snoek vis ook. Ik heb alles een beetje geleerd van meneer Van Schendel. En die heeft het me niet alleen geleerd, maar die heeft me ook aangestoken. Ja, dat zagen jullie ook wel in deze video. Dus ja jongens... Dankjewel voor het kijken. Vond je een leuke video? Ik heb nog veel meer van dit soort video's. Ik heb natuurlijk nog de Snoekbroeders. Dat is een serie. Dit was weer aflevering 40. Dus er zijn nog 39 andere. Ik heb ook een serie over het vissen met doodaas. Dead Bait Diaries. Kun je ook checken. Ook een 20-tal video's of zo. En ik heb ook nog feeder video's voor diegenen die witvissen. En die allemaal zitten te klagen van wanneer komt er weer een feeder video? Ja. Als ik weer zin heb om te feederen, en dat gaat zeker gebeuren, maar ja, het is nu winter, nu wordt het natuurlijk ook anders. Voorjaar gaan we weer aan de slag, maar wie weet, een wintersessie met de feeder. En ja, er zijn dan ook een paar bellyboot-series. Als je bellyboot vist, ik heb nog een stuk of 15 bellyboot-afleveringen staan. Kun je allemaal vinden op het kanaal. En ja, wil je het kanaal supporten, vond je het leuk, doe een duimpje omhoog. En als je het heel leuk vond, abonneren, dat wordt altijd gewaardeerd. En ja, jongens, ik zou zeggen... Wil je nog een mooi cadeau hebben voor je vader die vist, of voor jezelf met kerst? www.amateurvisser.nl, staat een hoop shit op. Kunt het kopen. Hoeft niet, vind ik je net zo aardig. Moet je allemaal zelf weten. Maar de reden dat ik dat doe, is dat ik niet zelf al die mok hoef te bestellen en weer door hoef te sturen. Maar nu kan het allemaal via Redbubble. Maar goed. Dat terzijde. Volgende video... Ben ik alweer nadenken wat ik ga doen. Dus komt helemaal goed. Jongens, ik ga er niet meer wat langer lullen. Ik wens jullie een hele fijne kerst. Allerbeste wensen voor oud en nieuw. Geen vuurwerk afsteken, hè. En als je een vuurwerk afsteekt, laat het lekker knallen. En
Allerbeste wensen voor het komende jaar, jongens. Amen.